Beste mensen, mijn naam is Cornelis Peepers en ik ben de projectcoördinator van een fantastisch project en dat heet Medicijnen uit de Kas. In 2008 sprak Dr. Margaret Chan, zij is de directeur-general van de Wereldgezondheidsorganisatie, deze woorden. The time is right to view traditional medicine as a precious resource. It needs to be respected and supported as a valuable source of leads for therapeutic advances and the discovery of new classes of drugs. Dus in 2008 werd door de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie erg veel belang gehecht aan de traditionele geneeswijze. En dan vooral in het zicht van het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, met behulp dus van deze eeuwenoude kennis. Het is 2012 en aan deze prachtige woorden is eigenlijk nog heel erg weinig gedaan. Onze regering is erg druk bezig om min of meer, ik zou bijna zeggen, een beetje ruzie met elkaar te maken over allerlei zaken. En de mensen die afhankelijk zijn van de gezondheidszorg, die komen nu in een situatie terecht waarin de gezondheidszorg erg duur gaat worden. Mensen hun verzekering niet meer kunnen betalen. Ik vind dat de maatschappij daardoor eigenlijk niet erg mensvriendelijk wordt, inhumaan zou ik bijna willen zeggen. En dat moet anders. Dat moet anders en dat kan ook anders. Vanuit de Ayurveda, wat ik inmiddels al meer dan 25 jaar met heel veel interesse beoefen en uitvoer, heb ik zulke prachtige inzichten gekregen in de werkwijze van deze eeuwenoude traditie. En toen ik 3 jaar terug voor het eerst naar Wageningen ging om te kijken of daar interesse zou zijn voor wetenschappelijk onderzoek, toen is daar absoluut positief op gereageerd. Alleen om daar gelden voor te krijgen, dat is een erg lange weg. Ik ben inmiddels deze 3 jaar dus verder, nog niet uitgewandeld. We zijn nog volop bezig om dit toch serieus te gaan onderzoeken. Maar dat het erg veel moeite kost, dat is één ding wat me heel erg duidelijk geworden is. Vandaar dat we nu met de Stichting Internationale Open Universiteit voor traditionele Ayurveda, Siddha en art en medicijnen, dus een hele lange woord, Ayutthastam, samen met Europa Ayurveda Centrum hebben we besloten om te kijken of we dit op een hele andere manier naar voren kunnen brengen. Dus we hebben een medicijnen uit de kas project bedacht en dat te gaan financieren door middel van crowdfunding. Dus mensen zoals u en ik die heel graag willen dat de gezondheidszorg betaalbaar wordt, meer humaan wordt, toegankelijk voor iedereen en waar we allemaal een eigen bijdrage in hebben. Nou, dat is het MUK project. Daar staan we voor en daar is deze website geheel aan gericht. Ik zou zeggen, bekijk het, lees het. Denkt u dat het interessant is om te doneren? Heel graag. We houden u op de hoogte via grafiek van de inkomsten van de kas. En ik hoop binnen 3 maanden dat we kunnen gaan starten met de fundatie, met de fundering. En dat we kunnen gaan bouwen aan de kas waar we medicijnen gaan kweken met kruiden. Die wetenschappelijk gaan onderzoeken. Aan de hand daarvan kruidenpreparaten gaan maken. Wat voor iedereen toegankelijk is, wat voor iedereen betaalbaar is en wat u uiteindelijk misschien zelf in uw eigen tuin kan kweken. Dus doe mee, word vriend van het MUK-project. U bent van harte welkom.